kijk. Vrouwen, gefeliciteerd mij. Succes mij en de elektricien. Opraat? Denk even van mij. Doe, hè? Jou, heel veel succes. Je hebt een drukke hal met samenstellen en het vinden van de perfecte fietsbedrijf. Ik denk dat we die hier hebben. Veel succes mee, jongen. En meidje, de goede dieren wel. Geet die leuk. Nou, het bijzondere aan deze fiets is dat het geen normale huistuin- en keukenfiets is. Ook geen racefiets, maar een tijdritfiets. Het is speciaal gemaakt voor tijdritten. Yeah. Nou ja, Douwe Schaarsma, een beer van een renner, een hele sterke kerel. Je moet natuurlijk iedere week een tijdritje trainen. En wij verwachten dadelijk in de toekomst dat we weer een echte tijdrijder erbij krijgen. We hebben al eentje in Friesland, Nieuwe Westra. En we krijgen er straks nog weer een nieuwe bij en dat is Douwe Schaarsma. Wielrennen was altijd mijn grote hobby en nou ja, dan krijg je een kleinkind en die krijg je dan op een fiets en die, nou ja, dus denk ik zelf een talent. Ja. En, maar dit is ook het enige kleinkind van u die op deze manier zo fietst? Ja, daar ben ik heel trots op. De oude die soort klant bij ons geworden natuurlijk en die jongen, ja, die kan knetterhard fietsen. Alleen, ja, zijn fiets was nog niet goed genoeg. Hè? Dus wij hebben gezorgd dat we een mooie fiets voor hem konden samenstellen en die hebben we hier toch neergezet. Aangezien het een dure hobby is, dan proberen we hem daar een beetje in te sponsoren. Ja, mooi materiaal, dat moeten we toch doen. Hè? Ja, natuurlijk!